Ik ben Papa Delta 4, Hotel Delta Bravo, Jan uit Hardenberg. Ik ben Papa Alpha 3, Echo Tango Mike uit Balkbrug. Mijn naam is Joop. Roepletters zijn PA3 JD uit Dedemsvaart. Mijn call is Papa Delta 1 Golf Sierra uit Staphorst. Een zendamateur is iemand die na het behalen van de benodigde licentie radioverbinding mag maken op de toegewezen amateurbanden. Wat is een zendamateur niet? Een zendamateur wordt vaak verward met een piraat die muziek draait. En dat is een zendamateur absoluut niet. Mag iedereen zomaar zenden? Nee, dat mag niet. Je moet eerst je licentie halen en thuis zijn in de radiotechniek. Wat heeft een zendamateur nodig om te zenden? Allereerst natuurlijk een zender en daarbij de behorende antenne, plus een antennemast, etc. Hoeveel zendamateurs zijn er? In Nederland zijn er tussen de 12.500 en 13.000 geregistreerde zendamateurs. Maar daarnaast kennen we ook nog een behoorlijk grote groep luisterstations. Zijn die zendamateurs voor iedereen te ontvangen? Nee, niet zomaar. Je hebt daarvoor speciale apparatuur nodig. Een zendamateur maakt verbinding op de korte golf met spraak of met, zoals wij dat noemen in CW, met een morsesleutel. Tegenwoordig maken zendamateurs verbinding via satellieten of via weerkaatsing naar de maan toe of via de steunzenders, de zogenaamde repeaters. In Nederland zijn er heel veel repeaters geplaatst. Op hoge gebouwen en hoge locaties worden antennes geplaatst en wordt gebruik gemaakt van repeaterstations. Door verbinding te maken met een repeater kun je een grotere afstand overbruggen. Iedere zendamateur en ieder repeaterstation heeft een eigen unieke code, een call. Papa India 4 Mike Papa Lima is de code van een repeaterstation wat iedere zondagmiddag om 12 uur in de lucht komt. Afgelopen zondag, 24 mei 2020, was een bijzondere dag voor PI4 MPL, want toen was er de 3500ste Meppelronde. Het ontstaan van de Meppelronde gaat terug naar de jaren 50. Een groepje enthousiaste zendamateurs sprak elkaar op dezelfde frequentie en op hetzelfde tijdstip. Klaas van Dorsten, PA0KDM, was een van de medeoprichters van wat we nu de Meppelronde noemen. Er wordt gezegd dat de Meppelronde de oudste radioronde is in Nederland. Het is gebruikelijk in de radiowereld dat na een geslaagde radioverbinding er een QSL-kaart wordt verstuurd. En ter ere van de 3500ste Meppelronde is er een speciale kaart ontwikkeld, een speciale QSL-kaart. Naar aanleiding hiervan hebben zich heel veel zendamateurs ingemeld in onze Meppelronde. We hebben een vrij groot bereik voor onze repeater, PI4 MPL, want tijdens de 3500ste ronde hadden we zendamateurs vanaf de Waddeneilanden tot ver in Gelderland. Als zendamateur ben je vaak lid van een vereniging, in mijn geval de VEROM. VEROM staat voor Vereniging Experimenteel Radioonderzoek Nederland. Hoe ben ik nou zendamateur geworden? Dat ligt al ver terug in de geschiedenis, ook ik heb plaatjes gedraaid. En op een gegeven moment kom je in aanraking met een officiële zendamateur, waardoor je getriggerd wordt in de techniek, in de antennes, in de radioapparatuur. En dan hoor je dat je een radioverbinding kunt maken met iemand in Amerika. Dat vind ik de romantiek van de radiohobby. Wil je meer weten over het radiovak en ben je geïnteresseerd in wat een zendamateur is en doet? Kijk dan eens op de website op veron.nl. Bedankt voor het leiden van de ronde en het medewerking van de ronde. PD2AB. Ja, station Whisky Lima Mike.